In aflevering 12 van Super Mario Bros. Wonder 100% we de gloeiwoestijn. En daarvoor is het de beurt aan Toadette. Zij mag proberen om Bowser Jr. te verslaan. En er zijn toch wel wat levels verstopt die we eerder gemist hebben. We beginnen met een vlucht Blooms. En Toadette is de heldin van vandaag. Ziet er ook wel grappig uit. Als olifant. Dus even kijken, wat gaan we pakken? Oké, we gaan een paars muntje pakken. En... ik had helemaal geen zin om olifant te zijn. Hey, en als je nog steeds kijkt naar deze serie, blijf die duimpjes dan omhoog doen. En vergeet niet te abonneren als je dat nog niet gedaan hebt. Voor bijna iedere dag Nintendo video's. Ik wil gewoon normale Toadette zijn. Hier, kom maar. Ja, even groeien. Top. Oh, ik denk dat we dan daarop kunnen springen of zo. Op die bloems. Zou dat de bedoeling zijn? Maar ze gaan wel hard, gek. Oh, daar zit een 10 munt. Oké, kan ik nog terug? Ja, ik kan wel een soort van terug misschien. Dus even kijken of ik nog terug kan. 1, 2, 3. Spring hoger dan normaal en blijf even zweven. Ik denk dat we die moeten hebben. Oké, en dan moet ik dus op de onderste terecht zien te komen. Ja. Ja. En dan... ja, we zijn er. Ik denk dat ik hier in deze buis kan trouwens. 1, 2. Ja, kijk. Oké, waar komen we terecht? Wat is hier allemaal? Oké, daar zijn ook weer bloempie woempies. Oh, ik moet zeker oppassen dat die bloempie woempie mij niet wegduwt. Oh. Ja, oké, bloempie woempie. Doei, mazzel. En dan is hier beneden ook weer een 10 munt. Oké, even chill. En dan gewoon even recht naar beneden vallen. Ja hoor, lekker. De tweede is ook binnen. Hoop ik dat ik nu, ja, bij een vlaggetje terecht kom. Inderdaad, het is best wel nog wel een lastig leveltje. Wat is dit? Hier is de wonder, bloempie woempie. Zo. Die is mega gek. Oké, hoe vaak kan ik hier op zijn hoofd springen? Ik hoop nog heel vaak. Zit hier wat achter? Nee? Ja, oké, we kunnen wel echt heel vaak erop springen, op zijn hoofd. Oké. Oh, kijk, gelukkig, er is alweer een nieuwe. Wee! Ah, dit is lachen. Moet hier recht omhoog, denk ik? En dan is hier de wonderzaad. Eerst maar eens eventjes dit pakken. Is daar een geheime uitgang of zo? Ik vraag me wel af wat die buis aan de rechterkant is als we daar doorheen gaan. Of moeten we daar nu ook nog doorheen? Dus even kijken of hier nog een geheime uitgang te vinden is. Die buis gaat ook naar beneden en naar boven. Dat gaan we zo nog eens even checken of daar iets bijzonders is met die buis. Ik verwacht trouwens dat ik hier omhoog moet. Ja, zit hier nog wat? In deze wolk? Oh ja, kijk. Ja, kijk, hier is nog wat. Nee? Is het niet de derde 10 munt? Oh, ik vond dit zo goed gevonden van mezelf, deze plek. Oké, maar moet ik dan hier naar boven? Oh, daar is de 10 munt. Ja, die ga ik... Oh, die ga ik nog wel kunnen pakken, denk ik. Ja, zo met deze groene. Lekker. Oké. Kom maar hier. 1. En 2. Yes, oké. Oké, dan gaan we door met de expert badge test. Dus we moeten onzichtbaar worden. Oké. Dat ben ik nu. Ja, nou ja, ziet er leuk uit. En dan? Dan gaan we hier dit pakken, zo. En dan worden we groot. Zijn we nog steeds onzichtbaar? Ja? Oh, maar ik zie mezelf ook niet meer springen nu. Oh ja, dat maakt het wel iets lastiger, denk ik. Ik moet even op jou springen. En je dan deze kant op laten gaan. Ik zie je. Je ziet helemaal niet meer waar ik loop nu. Je ziet alleen een soort van die voetstapjes, die stofwolkjes. Oké, ik hoef niet per se onderlangs te gaan daar zo. Oh, dat kan ik natuurlijk ook doen. Dat is misschien wel slim. Gewoon een potje vastpakken, dan weet je in ieder geval ongeveer waar je loopt. Ja, dit is een goed idee. Nu kan ik tenminste mezelf zien springen en zo. Werkt het dan als ik hem die kant op laat rennen? En hem dan moet ik hem terug laten rennen naar de andere kant nu. Moet ik hem nu deze kant op laten gaan? Oké, doei! Dankjewel! Topper! Ja, dit met dit potje is wel handig. Anders had het denk ik allemaal niet gelukt hoor. Oh jeetje, ik moet hier op zijn rug of zo, hè? Moet ik naar jou toe lopen? Ja, kijk, en dan... Oh, nee, ik zie toch niet waar ik nu ben. Ik zie niet waar ik nu ben. Oh, hij staat er nog. Oh! Ik zag echt niet waar ik was. Oké, ik loop nu hier. Kijk naar de stofwolkjes. Ik spring nu naar de overkant. Ik spring nu naar boven. Ik spring nu, ja, verder naar boven. Kan ik dan... Ja, ik kan hem raken. Ja, kijk, ik sta nu bovenop hem. En dan kan ik zo, hoppakee, ja, in de vlaggenmast springen. Jeetje, dat einde was lastig. Wel heel grappig. Oké, en nu? Wat gebeurt er nu? Oh, dit is naar het speciale bloemenlevel. Hier kan je weer naar boven, maar dit ga ik allemaal aan het einde van deze serie doen. De speciale wereld. Ik wil dus eigenlijk gewoon weten hoe ik daar kom. Hier beneden. Dat is het plekje waar ik nog helemaal niet geweest ben. Maar ik heb het gevoel alsof we daar op een... Oh, wat? Kan ik gewoon hier naartoe lopen?
Oké, laat maar. Ik had een gevoel wat niet klopte. Ik kan gewoon hier onderlangs. Het hoogste podium. Spring op de maat van de muziek. Oh, we gaan weer een muzieklevel doen. Oh. Ja, oké. Ja, lekker. Ik vind die muzieklevel is wel grappig. Anyway, volgens mij hebben we nu alle leveltjes hier gedaan in deze gloeiwoestijn. Ik ben benieuwd of we er nog één gemist hebben. We moeten alleen nog hier naar het kasteel. Oh, en volgens mij moest ik hier nog een wonderzaadje kopen. Ja, kijk, ik heb inmiddels weer 100 muntjes. Dus dat is top. Die hebben we ook weer. Ja, die zat hier achter verstopt, hè? Hallo? Zit hier geen level meer ergens? Heb ik alles gehad hier zo in deze woestijn? Bowser Jr., ik kom eraan! Het paleis van de gloeiwoestijn. 4 sterren. Let's go! Oké, wat gebeurt daar? Oh, dat is een bol. Die haalt van mij... Oh my god! Oké, die zag ik even niet aankomen. Ik moet wel even chillen. Ik moet rustig gaan doen. Mag ik deze pannenstoel? Dankjewel. Er zijn weer allemaal van die lava vuursliertende dingen. Daar komt weer een bol. Oh nee, dat is een tromp. Hallo, Tom. Haha, ik had je door. Oh, een muur en een tromp. Dan moet ik even kijken. Ik moet via hier, zo. Dan moet de tromp naar beneden. Dan moet ik hier overheen, zo. En dan kunnen we weer door, zo. Ja, kunnen we gewoon lopen. Cool, alright. En nu, wat is dit? Wat gebeurt hier? Moet ik hier naar boven? Ik denk dat hier boven iets zit. Ja, kijk, ik moet hier aantrekken, zo. Oei, de wonderbloempie woempie. Oké, wat gebeurt er? Oh, het gaat nu gewoon allemaal een stuk sneller nog. Oh, nice. Kan jij met Toadette gewoon deze beuken? Nee. Oh, nu ga ik langzamer opeens. Ik wou met Toadette dat beuken. Oh my god. Top dit. Top idee. Ik ben nu 2 keer geraakt. Oh, en ik kan opeens weer heel laag springen. Wat gebeurt er in dit level als hij die bloem pakt? Dan wordt alles helemaal lijp, joh. Ik denk ook dat ik eigenlijk een andere badge nodig heb nu. Die me gewoon een power-up geeft. Want dit soort power-upjes wordt wel vervelend. Kijk, dit gaat allemaal wel soepel. Dan heb ik nu deze. Kan ik nog heel hoog springen? En dan wordt het nu opeens heel langzaam allemaal. Oké. Dan komt hier die stekelbal. Dan wordt het nu weer snel. Oh, wacht nou eens even, jongens. Oh, dit gaat toch niet goed? Oh, ik ben nu te slap. Ik ben nu te slap om hier aan te trekken. Oh, nee, toch niet. Lekker, Toadette. Lekker. Oké, nu gaat het weer snel bijna. Ja. Hier komt denk ik een bal uit. Ja, oké, cool. Spring. Spring. Kijk uit. Ik moet daar naar boven. Ik moet naar linksboven. Ik heb een uppie, maar daar heb ik even helemaal niks aan. Ik wil helemaal geen uppie. Kijk, we moeten hier naar boven, denk ik. Maar... Ah! Ja, ik verwacht niet dat daar boven een 10-muntje zit, trouwens. Dus ik ga gewoon even lekker door. Lalalalala. Ik heb liever gewoon snelheid, eigenlijk, dan dat het zo langzaam gaat. Dat langzame vind ik maar lastig en vervelend. Deze muntjes even pakken. Oké, nu gaan we gewoon rennen. Let's go. Ja, cool. Eigenlijk, kijk, ik heb daar dus eigenlijk die propeller Mario voor nodig. En dan kan ik hier naar boven, nu kan ik hier niet naar boven. Of daar, propeller Mario, boor Mario, eigenlijk. In ieder geval, mag ik gewoon even doorrennen? Ja, ik kan niet meer terug nu, dat is jammer. Die laatste 10 munten kan ik nu niet pakken. Frustrerend! Je moet dit level dus heel zuinig met boor Mario spelen om die derde 10 munten te pakken. Maar die gaan we straks nog wel even halen dan. Ja, lekker. Oké, we gaan zwemmen. We gaan zwemmen met... Oké. What up, Bowser Jr.? Ik ga je schieten onder water. Oh, dat lukt niet. Oh, nou, dan ga ik gewoon een beetje zwemmen. La 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 la. Ja, schiet hem maar, hè. Ja, hoppakee. Lekker Toadette. Oké, hij wordt weer boos. Hij wordt Bowser Jr. Ja, er gaan al twee donderstraaltjes of twee bliksems... ik bedoel vuurballen. Jeetje, kom je eruit, Rick? Vuurballen, donderstraal. Oké, Bowser, wat ga je doen? Ben je al klaar? Ja, je bent klaar, hè? Hier! La 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 la. Ik ben lekker hier in deze bubbel. Ik ben hier boven jou. Wat ga je doen dan? Je gaat springen, dan kom je op mij af. Oh, ik mag nu niet daar naar beneden, want daar zijn nu elektriciteitsstekels. Bowser, jij kan wel erop? Op de elektriciteitsstekels? Ik heb je een paar keer geraakt nu. Is nog niet genoeg. Hoppakee! Lekker, man. Oké, en nu? Wat is je plan nu? Nu is je plan gewoon, oké. Gewoon chillend is je plan. Ja, oké, we gaan gewoon dit rustig aan doen. We moeten gewoon cool blijven, gewoon rustig blijven. Gewoon een beetje weg van hem en dan een beetje schieten zo. En dan wordt hij weer boos. Oké, het is nog niet klaar. Ik kon hem niet raken. Oké, maar nu kan ik je wel raken, als ik een beetje snel ben.
Oké, of gewoon op je hoofd springen. Hè? Dat kan ook. Lekker gedaan, Toadette. Hartstikke idee. Ja, hebben we je weer verslagen voor de zoveelste keer? Ga je nou weer wegrennen? Potverdorie. Koningszaadje, let's go! Lekker Toadette. Volgens mij had ik nog geen één keer met Toadette gespeeld, hè? Kijk, en ook dit komt helemaal goed. Dit kasteel wordt ook weer omgetuifeld tot een mooi paleisie. Wij blijven... Oh, wat gebeurt er? Oh, de boze krachten verdwijnen. Wat gebeurt er met Florian? En zo wisten onze helden het gestolen water terug te brengen naar de gloeiwoestijn. Waar zullen ze naartoe gaan nu ze het vierde koningszaadje hebben? Bezoeken ze eerst de mysterieuze ruïnes van de zwammenmijn of de lavastromen van de smulgrotten. Waar ze ook heen gaan, ze zijn vastberaden om Bowser's snode plannen te dwarsbomen. Ja, zeker weten. Hoppa! Kijk, dit ziet er goed uit. Oh, en dan kunnen we... Daar ook weer? Nee, hier gaan we terug. Nee, wacht nou. Nee, ik moet nog dat ene 10-muntje halen. Ja, de volgende keer gaan we hier naartoe. Dan gaan we echt door. Ja, wat is er, Florian? Oh ja, hier. Ja, dit moeten we nog even doen. Want dan gaat de paarse piranha-plant er vandoor. Oh, het is de gele die er vandoor gaat. Oh, goed. Hey, later, hè? Ja, begin nu echt fout te gaan voor Bowser. Let's go, Speedy Gonzales! Gewoon kaarten doorheen rennen, let's go! Oh, wacht even. Ik heb mijn boor even op de reservebank gezet. Kunnen we die straks pakken? Dan kunnen we die hier pakken. Kijk, hier, nu heb ik de boor. Moet ik even rustig hierop staan. En dan hier het plafonnetje pakken. En dan kunnen we gewoon rustig zo. En dan straks op tijd even een beetje vanaf vallen. Zo. Hartstikke idee. Lekker. Maar blijkbaar hebben we toch nog steeds niet alles gehaald hier. Anders zouden we zo'n melding krijgen. Zit hier nog een level ergens of zo? Hier? Ja! Bloems bij maanlicht. Helemaal links op de map zat er gewoon nog één. Oké, maar wat moet ik hier doen? Moet ik hier gewoon... Ik moet gewoon lekker bouncen. Waarom is dat de level zo verstopt? Wat is hier zo bijzonder aan dit level? I am wondering what is special about this level. Oké, we kunnen hier heel ver omhoog. En geen 10 munt. Zit hier überhaupt 10 munten? Jawel. Daaronder zit er één. Kijk, oh, laat me erdoor, joh. Oké, ik ben er door. Ja, en nu wil ik weer naar boven. Dank u. Is er hier boven iemand iets? Of iemand? Ja, kijk. De tweede, die hebben we ook. Waar gaan we naartoe? We gaan naar de helft. En dan hier, buis. Kan ik hier ook omhoog of zo? Of is dat niet de bedoeling? Nee, ik denk dat is niet de bedoeling. Het beeld gaat niet mee naar boven. Dus ik verwacht niet dat we hier ook naar boven moeten nu. We moeten hier gewoon zien te overleven dat die dingen ons niet naar beneden bouncen. Dat is denk ik de bedoeling. Nee, kijk, het beeld gaat niet mee. Oké, we gaan door. Hallo. Oh, kijk, hier zit wel iemand in. Die moet ik ook even kapot maken. Ja. Wanderzaadje. Wow. Wow, Toadette. Wat is er met je gebeurd? Wat is dit, joh? Ik kan hier gewoon iedereen bouncen. Oh, maar ik moet in een bepaalde tijd boven komen. Oh, daar is een ster. Ja, de ster is ondertussen weg. Dat is jammer. Dan gaan we maar gewoon lekker zo. Wee. Oh, hier zijn wel sterren. Of is er één ster? Nou, dan ga ik die ene gewoon even pakken. Ja hoor! Oh, is er nog één? Lekker! Oh, daar links zijn heel veel sterren. Nou ja, ik ben rechts gegaan. Maakt niet uit. Gaan we toch lekker rechts. Gaan we lekker tempo pakken met deze. Hier heel veel sterren. Hier nog meer sterren? Ja, eentje. Die hebben we dus goed. Die hebben we te pakken. Ja, ze willen gewoon dat we keihard hier naar door gaan. Oké, ik heb even geen ster gepakt. Maar dat is ook niet nodig, want we hebben hier het wonderzaadje ook alweer te pakken. Oké, wat hebben we nog nodig? 1 10-zaadje. Een muntje. Kan ik hierin? Nee, want daar komen vijanden uit. Oh, wacht even. Ik moet dit timen. Ik moet zo. En dan kan ik terugspringen. Ja, oké. Die hadden we heel goed gezien. Yes! Lekker. Oh, dit level zat echt goed verstopt. Ik dacht dat ik de hele map al 2 keer was doorgelopen, maar blijkbaar niet. Hebben we nu dan wel alles? Nee, want er komt nog een level. Ja, zo duurt het nog wel. Als er steeds nieuwe levels komen, dan duurt het even wat langer. Dan duurt deze video straks 100 minuten, joh. Oké, dus we moeten nu lekker zo bouncen. En dan kunnen we hier bouncen. Zo, dit zou echt heel mooi zijn als ik dit gewoon in 1 luchtsprong kan fixen. En dat is gewoon gelukt. Skills. Hebben we nu dan alles gehaald? Nog steeds niet. Hier ben ik ook al geweest, toch? Of niet? Toch? Niet? Hier ben ik nog helemaal niet geweest. Ik heb deze Captain Toad nog niet gezien. Ik dacht dat ik daar al lang was geweest. Toadbaas die zegt, ik ben niet bang hoor. Het woord bang komt niet in mijn woordenboek voor, geloof ik. Maar ik heb wel wat voor jullie. Hier zijn 50 bloemenmunten. Nou, dankjewel joh. Maar hier zijn we nog helemaal niet geweest in dit level. Hier moeten we nog naartoe. Maar hoort dit nog bij het level dan?
Hoort het nog bij deze gloeiwoestijnwereld? Blijkbaar mis ik nog wat. Nou, dat zal wel ergens in het zand dan zitten hoor. Ja, maar hier heb ik echt alles al gecheckt. Ik geloof dit niet. Ik vind dit nog wel een beetje een lege plek eigenlijk. Hierachter zijn we ook al geweest. Hier was dat muziekleveltje. Is het dan toch hier ergens in de buurt nog... Wauw. Wauw, oké. Ik dacht ik loop hier niet naartoe, want ik hoef niet online te spelen. Speurtochtje, die hebben we gemist. Verzamel alle verborgen wondermunten. Oké, is goed. Alles goed? Ja, alles gaat goed. Met jou ook? Oké, ik moet hier doorheen. Oh, ik kan in die buizen. En dan? Ja, moet ik echt kijken in welke buis ik allemaal moet gaan? Oh, wacht even. In die buizen zitten waarschijnlijk... Ja, daar zitten die wonderbloemen verstopt. Dan ga je in bepaalde buizen en dan krijg je een bloemetje. Zo, is het zo? Is dat echt hoe we dit gaan doen? Tot nu toe heb ik er geen één, hè, jongens. Gewoon nul. Ik moet hier aan trekken. Oké, en dan? Dan hebben we er één. Moet ik dan hiermee... Hoe? Ik kan niet verder lopen dan dit. Hoe? Om nog verder omhoog springen. Huh? Hé, oké, dit is de eerste. Waar is de rest? Door deze buis. Oké, ja, ik zie er hier één. Moet ik hier door deze buis heen? Yo, hoe werkt dit? Waar moet ik zijn? Wat is het? Hoe werkt dit? Oké, ja. Top. Deze speurtocht is wel insane. Kan ik dan daar omhoog springen? De derde. Nou, dan hebben we hier nog een hoekje waar we niks mee gedaan hebben. Je kan ook buizen duwen, toch? Ja, en dan? Oh, wacht even. Ik moet hier links in die buis zien te komen. Oh, dat kan misschien trouwens ook wel op deze manier. Als ik gewoon zo ga zweven. Ik moet er overheen, blijkbaar. Ja. Nou, nummertje 4. Ja, en dan is er nog één. Ja, dat moet wel met die buizen... Nee, hier heb ik het al gehad. Moet ik hier dan ook weer... Ja, hier moet ik ook weer wat duwen. Jemig! Deze was moeilijk. Oké, welke buis kwam er ook weer uit? Of was het deze? Nu hebben ze allemaal, toch? Dacht ik. Ja, kijk. Top. Oh, wat een gepuzzel. Ja, en nu hebben we eindelijk alles. Oh, alle wonderzaadjes gevonden. We krijgen 10 extra bloemenmunten. Laatste leveltje was nogal een van de lastigste ook. En dan moeten we nog 2 werelden. Die gaan we doen in de volgende video's. Dus doe een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. En dan zie ik je gewoon daar. Mazzel!